maar dan kan het gebeuren dat de weg morgen inzakt. De Koningsstraat in Ewijk staat op inzakken. Hier is het volgende gebeurd. Op zich is hier de rioolleiding beschadigd, waardoor er water, grondwater zeg maar, en ander water in de leiding kan stromen. Met dat water gaat de zand mee, waardoor de weg kan verzakken of gaat verzakken. Dus dat kan een gevaarlijke situatie opleveren. De vermoedelijke oorzaak is natuurlijk moeilijk te zien zo van bovenaf. Ik wou dat ik dat kon. Maar waarschijnlijk is er een andere kabel of leiding door de geprobeerd onder de weg door te boren of te schieten. En daarmee is de rioolleiding beschadigd. De gemeente Beuningen is druk bezig met het herstellen van de schade. De schade is dat de rioolleiding beschadigd is. Daardoor spoelt er nu grondwater, omdat het grondwaterpeil heel hoog staat in het riool. Dat neemt zand mee en daardoor spoelt de weg naar beneden. Wat dan precies de schade is, ja, dat kunnen we toch pas zien als straks het water weg is, waardoor we beeld hebben op de rioolbuis. De oplossing zal zijn dat we, wat ik zeg, met bronbemaling het waterpeil gaan verlagen. Dan kunnen we redelijk makkelijk bij de rioolbuis komen. Dan wordt er een stukje tussenuit gezagen en een nieuw stukje tussen gezet. En dan is het in principe weer opgelost. De werkzaamheden duren 2 dagen. Vervelend voor het verkeer, want verderop op de Koningsstraat wordt ook al aan de weg gewerkt. Andere problemen hierin zijn dat het lastig is dat het een omleidingsroute is voor een ander werk een stukje verderop. Nou goed, dan is het even kiezen wat doen we. Liever zitten we niet op dezelfde omleidingsroute met werk natuurlijk. Maar we hebben er toch gekozen om dit in 2 dagen eventjes te doen. Omdat we nu kunnen controleren wanneer we de reparatie uitvoeren. We kunnen natuurlijk wachten tot de andere werkzaamheden voorbij zijn. Maar dan kan het gebeuren dat de weg morgen inzakt. Dan hebben we niet in de hand wanneer we de reparatie kunnen uitvoeren. Dus we hebben toch gekozen om het heel eventjes samen te doen.